Dank u wel. Dank u wel. Ik ben gewend voor volle zalen te spreken en vandaag is daar geen uitzondering op. Ik dank de heer Van Strien voor zijn aanwezigheid. Ter zake, voorzitter, de postcode kanjer viel vorige week op de slavernijindustrie. De postcode kanjer van een kwart miljard euro. Het kan niet op. Van die kwart miljard gaat er maar liefst 200 miljoen naar een bewustwordingsfonds. We schijnen bewust te moeten worden gemaakt. Waarvan? Ja, dat weet niemand. Maar blijkbaar deugt er iets niet aan de mening van het Nederlandse volk. Ons volk moet worden heropgevoed en leren een betere mening te hebben. We gaan met die 200 miljoen in een hogere staat van bewustzijn gebracht worden. Nu zijn we nog ontwetend, maar straks gaan we het licht zien. Onze overheid slaagt er niet in om de rijen bij de voedselbanken op te heffen of te voorkomen dat ouderen 's avonds onder een deken zitten te rillen omdat ze de energierekening niet meer kunnen betalen. Wel heeft de staat de pretentie burgers een hogere staat van bewustzijn bij te brengen. Een soort bakwan eigenlijk. De staat als hoeder van de juiste mening. De staat die werkt aan ons bewustzijn. Nu liggen er dus 200 miljoen euro te gillen om een bestemming. Het kan zo worden afgehaald. De hele slavernijindustrie en de hele diversiteitsindustrie kunnen massaal hun subsidieaanvragen indienen. We wensen de John Leerdamme en Kathleen Ferriers van deze wedstrijd van deze wereld veel succes met het binnenhengelen van al het gratis geld. We zijn erg benieuwd welke clubjes er met hoeveel doekoe vandoor gaan. Ongetwijfeld gaat bij marginale toko's als Kick-Out Zwarte Piet en Black Archives de kassa flink rinkelen. Dat fonds is natuurlijk waanzin. Er is geen nulmeting of zo. We weten dus niet wat de huidige mening is van ons volk. Dat moet worden verbeterd. Is, ik noem maar wat, 21% van de bevolking voorstander van slavernij en dient dat te worden teruggedrongen tot 9% of zo? We weten het niet. We weten alleen dat we bewust gemaakt moeten worden. Maar waarvan, dat weten we niet. Zijn we nog niet bewust genoeg dan? Al jarenlang wordt de Nederlander doodgegooid met NPO, televisieprogramma's, radioprogramma's, allerlei opiniestukken, theatervoorstellingen, museumexposities over die ene vorm van slavernij, waar linksliberale mensen een afkeer van hebben. De helft gaat naar onderzoek. Dat betekent dat de linksactivistische kant op universiteiten nog meer in de watten gelegd gaat worden. Nog meer critical race theory, nog meer Gloria Wekker. Niets voor Piet Emmer of andere kritische stemmen, nog meer eenheidsworst. Er gaat ook nog eens 27 miljoen over de balk richting een slavernijmuseum. Nog meer propaganda, nog meer indoctrinatie. Nooit zullen ze daar een woord wijden aan de islamitische slavernij. Nooit zullen ze er vertellen dat het in Afrika zwarte waren die zwarte tot slaaf maakten. Het past niet binnen hun politieke agenda. Kan het nog erger? Ja, het kan nog erger. Behalve die 200 miljoen, die 27 miljoen, doet de minister ook nog eens 7 miljoen extra in het zakje. Waarvoor? Voor een herdenkingsjaar voor 150 jaar afschaffing slavernij. Wacht even, 150 jaar, dat hebben we toch al lang gemarkeerd. Op 1 juli 2013 werd in het Oosterpark te Amsterdam herdacht dat toen ook al 150 jaar daarvoor de slavernij werd afgeschaft. In 2014 herdachten we 200 jaar afschaffing slavenhandel. Er was een nationale plechtigheid. Vraag aan de minister, waarom blijven we steeds 150 jaar herdenken? Niet alleen constant 150 jaar herdenken, maar ook constant excuses aanbieden. Al in 2001 betuigde minister Van Bokstel namens Nederland diepe spijt neigend naar berouw. Hij beloofde toe te zien op het herschrijven van schoolboeken die onvoldoende spijt zouden tonen. In 2013 betuigde minister Asscher namens de Nederlandse regering ook al spijt en diep berouw. Steeds weer 150 jaar, steeds weer berouw en excuses en daarom steeds weer betalen. Bij de onafhankelijkheid van Suriname kreeg dat land een bruidsschat mee van 3,5 miljard gulden. Ook namen wij de schulden over van het land nog eens een half miljard. En daarbij kwam nadrukkelijk de slavernij ter sprake. Eeuwige schuld, eeuwige boete. De Nederlandse belastingbetaler is een hamster in zo'n hamsterwiel. Er komt nooit een einde aan. Vraag aan de minister, waarom kan die 7 miljoen voor het herdenkingsjaar niet gewoon uit het bewustwordingsfonds komen? Minister Bruins Slot bulkt van het geld, 200 miljoen. Ze weet van gekkigheid niet waar ze dat moet wegstouwen. Waarom dan nog eens 7 miljoen extra?
En let wel, dit herdenkingsjaar is niet zomaar iets. Het is verheven tot directe kabinetsverantwoordelijkheid, een staatsrechtelijk unicum, een nationale zaak. En daarmee wordt het meteen een zaak van groot belang om in de gaten te houden wat er herdacht wordt en wie. Tweede vraag luidt, waar gaat de minister het aan uitgeven? 7 miljoen, dat is nogal wat. Wat gaat er allemaal gebeuren? Mijn fractie maakt zich daar grote zorgen om. Ik zal het toelichten. Vorige week bij het slavernijdebat deed een aantal Kamerleden verslag van het uitje dat zij maakten naar Suriname en de Antillen in het kader van die slavernij. Ondanks hun vliegschaamte en de schade die hun megareis toebrengt aan de ijsbeertjes, hadden Jesse Klaver en zijn gevolg van Kamerleden zich manmoedig in het vliegtuig gehezen. Helemaal indachtig Gerard Joling, buy me a ticket to the tropics. We zagen de foto's van het stralende gezelschap in hun zomerse kledij op weg naar de Caraïben, zonnebril op het hoofd. Ik heb het even nagezocht. Weet u, mevrouw de voorzitter, hoeveel die grap de Nederlandse belastingbetaler heeft gekost? Nou, de teller staat nu op 72.000 euro, vooralsnog, want alle declaraties zijn nog niet binnen. Let wel, dat staat dus nog eens los van die 200 miljoen, van die 27 miljoen voor het museum en van die 7 miljoen van de minister voor het herdenkingsjaar. Het uitstapje leidde wel tot een aantal nieuwe inzichten bij onze reislustige collega's. En daar maakt mijn fractie zich daar dan weer grote zorgen over, omdat de PVV vreest dat dit gaat deel uitmaken van dat herdenkingsjaar à 7 miljoen euro. Welke inzichten deden onze collega's daarop? Nou, ze blijken zwaar onder de indruk van een aantal historische figuren. Tal van Kamerleden bepleitten vorige week in het debat eerherstel voor historische figuren als Tula en Boni. Eerst even Tula. Professor Goslinga beschrijft de opstand van 1795 op Curaçao. Hij vertelt dat de slaven in een oorlogsroes raakten, zich bezopen en huizen binnendrongen en op grote schaal mensen vermoorden. De hardwerkende onderwijzer Gerrit Sabel, die heel veel kindertjes had leren lezen, werd een van hun vele slachtoffers. Professor Goslinga beschrijft het. Ik citeer, snijd hem de kloten af, schreeuwde er een. Laten we beginnen met zijn oren, riep er weer een ander. Een machette zwaaide door de lucht en het rechteroor van de arme onderwijzer Sabel viel in het zand. Bloed vloeide langs zijn wangen. Beduust greep de kerel naar zijn oor, dat er niet meer was, tot grote hilariteit van de opstandige slaven. Eén raapte het oor op en maakte er allerlei grimassen mee. Ten slotte duwde hij het sabel in zijn mond. Hier, meester, eet je eigen oor op. Wat doen we met die schoolmeester, vroeg er een. We brengen hem naar Tula. We geven Tula zijn zin, we zullen hem brengen, maar aan de staart van het paard. Er werd geroepen, hij heeft toch nooit een slaaf gehad? Hij heeft ons toch nooit kwaad gedaan? Het antwoord luidde, hij is blank, hij hoort bij de groep. Hij is blank, hij hoort bij de groep. Vervolgens werd er met een groot mes ingehakt op de geslachtsdelen van de halfbewusteloze schoolmeester. Zijn geslachtsdelen werden in zijn mond gestopt, waaruit het oor ook nog half hing. Verder schrijft professor Goslinga, het paard liep langzaam de Kunuku-weg op, het naakte lichaam van de schoolmeester achter zich aanslepend. Professor Goslinga beschrijft hoe meester Sabel doodbloedde. Ten slotte schoten de slaven de helft van zijn gezicht weg. Let wel, vorige week bepleitte de Kamerleden Piri, Partij van de Arbeid, Leidt de SP, Teunissen van de Dierenpartij en Van Strien van de VVD eerherstel voor deze Tula. Premier Rutte noemde Tula een wijs man met een enorme ontwikkeling. Ook CDA-minister Bruin Slot spreekt zich uit voor de rehabilitatie van meneer Tula. Wat vindt minister Dijkgraaf hiervan? Hij is tenslotte van onderwijs. Vindt hij ook dat iemand die een onderwijzer vermoordt een voorbeeldfunctie moet hebben? Hoe staat hij tegenover het standpunt van zijn eigen VVD-fractie, die Tula aanduidt als, ik citeer, een historisch icoon? Ik hoop dat ik u goed geciteerd heb, meneer Van Strien. Welk signaal wordt er gezonden als de Nederlandse overheid een dergelijke moordenaar gaat bewieroken? We zien in Nederland een toenemend probleem met veiligheid op scholen. In Frankrijk werd de leraar Samuel Paty onthoofd. Wat denkt minister Dijkgraaf dat de invloed is op het schrijnende lerarentekort als de overheid standbeelden gaat bouwen voor racistische moordenaars van onze onderwijzers? Een andere slavenopstand werd vorige week genoemd, 1763.
De leider Berbice schijnt ook onze steun te verdienen. In de Leidse Courant van dat jaar, ik heb hem bij me, lezen we dat de opstandelingen zulk een verwoedheid dat niemand, hetzij man, vrouw of kinderen, ja zelfs de plantageslaven gespaard werden. Dus iedereen werd vermoord, ook de slaven, ook de kinderen. In het debat van vorige week prees mevrouw Belhaai van D66 Jolie Keur, die in 1772 de opstand leidde in Suriname. Wat gebeurde daar? Wel, nu een Joodse man werd daarbij onthoofd. Hij had ook een medestrijder, dat was Boni. Vorige week opgehemeld door mevrouw Belhaai, mevrouw Piri, de heer Kuzu, mevrouw Leijten, de heer Van Strien. Deze meneer Boni pleegde overvallen, moorden hele plantages uit. Hij maakte mensen tot slaaf. Anderen werden vermoord. Ik neem aan dat alle blanke vrouwen, zoals gebeurde bij de slavenopstand van Haiti, massaal het slachtoffer werden van groepsverkrachtingen. Vraag aan minister Dijkgraaf: maakte ook deze Boni deel uit van het herdenkingsjaar? Er bestaat bijna een kamermeerderheid voor zijn heiligverklaring. Conclusie: we leven in een land van moreel verval, dankzij de diversiteitsideologie. Dit ministerie financiert de musea waar onze nationale helden worden afgezeken. Willem van Oranje, Michiel de Ruiter, Witte de Wit. Ze worden allemaal belachelijk gemaakt of verwijderd of van haatbordjes voorzien. Het Verzetsmuseum, eveneens gefinancierd door dit ministerie, stelt dat er geen verzetshelden meer zijn. Wie zijn er nog wel helden? Nou, blijkbaar de racistische moordenaars van baby's, van kleuters, van onderwijzers. Die krijgen straks een ereplekje in het Leugenpaleis dat Slavernijmuseum gaat heten. Zij krijgen een standbeeld. Let maar op, naar hen gaan straks straten vernoemd worden. Onze hardwerkende kindervriend Zwarte Piet moest kapot. Maar Tula, die deugt. We zijn een ziek land. Dank u wel. Dank u wel, meneer Posma, voor, ja, het was ook bijna een soort van nabeschouwing, ook bijna van het debat wat we